Maureen Koster, 2020 is begonnen, het jaar van de Olympische Spelen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wanneer en waar wil je daarvoor gaan kwalificeren? Ja, dat staat al op de planning. Dat is eigenlijk in april, na het trainingstage in Flagstaff. Dan gaan eigenlijk de meeste mensen van mijn team die gaan dus naar, vliegen naar Californië en lopen in Stanford 5 kilometer. Dus ja, dat is 8 mei gepland. En waarom dan en daar? Het is een hele mooie gelegenheid om na een trainingstage meteen een wedstrijd te doen. En in plaats van dat je eerst naar huis vliegt en dan een jetlag hebt, dan moet je daar, toch heb ik daar een week of twee voor nodig. Ja, is het gewoon het handigste om dat daar te doen. En het is ook een hele goede wedstrijd. Vaak zijn de 5 en 10 kilometer zijn daar heel goed georganiseerd. Verschillende hazen, verschillende tempo's. En ik verwacht nu helemaal, omdat het Olympisch seizoen is, dat het gewoon goed geregeld is. Ja. Ja, je kan na zo'n trainingstage dan ook juist pieken naar dat moment toe. Ja, ja ik ga 4 weken naar Amerika en ik stel heel die 4 weken gewoon. Ja, dat is. Daar train ik voor die wedstrijd. Je hebt er nooit een geheim van gemaakt dat je eigenlijk in 2019 had willen kwalificeren. Nou, dat is om uiteenlopende reden niet gelukt. Ja. In hoeverre ligt de druk er dan extra bovenop dat het dan die 8e mei echt moet gaan gebeuren? Nou ja, er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden, maar ik voel die druk eigenlijk niet omdat ik weet dat als ik fit ben en alles goed had, ik gewoon die limiet moet kunnen lopen. Dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ik die gewoon ga halen dit seizoen. En ja, natuurlijk 8 mei zal een hele goede wedstrijd zijn om die limiet te halen. En ik verwacht dat ik tegen die tijd gewoon fit genoeg ben om... om de limiet te lopen. Laten we er niet van uitgaan dat het niet gaat lukken, maar stel het lukt niet, wat zijn dan nog je alternatieve mogelijkheden? Nou, er zullen wel meer 5 kilometer zijn het seizoen. Het is nu wel een beetje veranderd omdat de Diamond League geen 5 kilometers meer heeft. Ik weet niet of het per se iets slechts is, omdat binnenkomen de Diamond League is natuurlijk best lastig en daar moet je ook een goede tijd voor hebben. Ik denk dat er andere wedstrijden komen waar het misschien wat makkelijker is om binnen te komen. En ongetwijfeld zijn er wel meer 5 kilometers. Ik ga ook nog wel meer 5 kilometers doen. Maar het is lekkerst om natuurlijk gewoon gelijk de limiet op zak te hebben in mei, ja. En je ranking? Want dat is ook nog een escape. Ja, dat is ook nog inderdaad ook nog een optie, maar daar wil ik niet op wachten. Ik kijk daar ook niet echt naar. Ik ben van mening dat ik gewoon die limiet moet kunnen lopen en niet af hoef te wachten op waar ik op de wereldranking sta. En alleen de 5 kilometer? Ja, alleen de 5. Ja, misschien dat ik nog wel wat andere afstanden ga doen, maar ik richt me echt volledig op de 5 kilometer, ja. In maart heb je bekendgemaakt over te stappen naar een Engelse trainingsgroep. Nou, we zitten nu 10 maanden verderop. Ja. Je hebt altijd gezegd, het bevalt goed. Bevalt het na 10 maanden ook nog steeds goed? Ja, zeker. Er zijn nog steeds dingen die ik dan die nog anders zijn voor mij dan voorheen natuurlijk. Wat betreft training, maar ook wat voor mij de grootste verandering is geweest, is natuurlijk het trainen met anderen. Ja, dat ik nu gewoon teamgenootjes heb. En een coach die natuurlijk meegaat naar toernooien en tijdens een trainingskamp ook aanwezig is. Dat is gewoon een hele grote meerwaarde. Dus tot nu toe gaat alles eigenlijk heel erg goed. Ik merk wel dat er heel veel gebeurd is sinds natuurlijk ik weg ben gegaan bij mijn oom. En ik denk dat je het ook wel de tijd moet geven. Maar tot nu toe heb ik een hele goede balans gevonden tussen mijn verblijf in Engeland en mijn verblijf hier in Nederland. En waar heb je het meest in verbeterd? Waar ik me nog steeds in moet verbeteren zijn toch wel mijn drills. Dus alles... Ja, looptechnisch. Ik heb best een grote pas, maar ik ben niet heel erg reactief. En dat was wel een van de dingen die hij meteen wilde veranderen. Dus daar ben ik nu ook heel veel mee bezig. Krijgt dat eens uit in Jip en Janneke taal? Denk aan loopscholing. Gewoon echt oefeningen om reactiever te worden. Om ook wat ik ook wel eens moeite mee heb, is dat als er vanuit een langzaam tempo versneld wordt, dan moet je eigenlijk gewoon veranderen van looptechniek. En dat moet je ook gewoon leren en dat leer je ook door middel van drills, door reactiever dus te worden en te kunnen schakelen zeg maar in de wedstrijd. Ja. Je hebt altijd gezegd, ik heb ongeveer een jaartje waarschijnlijk nodig om te kunnen wennen. Dus dat betekent dat je over een paar maanden bent gewend en dan moet je langzaam maar zeker gaan oogsten. Ja, nou ja, ik denk dat ik vorig jaar al zeker in training liet zien dat ik snelle tijden kon lopen. Er zijn hier en daar wat dingen gebeurd, daar ga ik niet verder op in. En natuurlijk de WK, ik was op de WK echt heel goed in vorm en ik ga niet zeggen wat als, maar dat geeft me wel vertrouwen en ook niet echt die druk dat het moeilijk gaat worden, de limiet. Dus, nee, want wat als stel niet in de topsport, maar als je niet onderuit was gegaan, had je volgens mij gewoon de finale gehaald. Ja, ik denk in de series liep iedereen eigenlijk al de Olympisch limiet, dus dat maakte het nog eens extra zuur. En ik was gewoon heel goed in vorm, ik zat heel goed in de wedstrijd en dat dan zoiets gebeurt is...
Ja, ik ben er inmiddels weer overheen hoor, daar niet van. Maar is natuurlijk enorm zuur. Maar ik denk ook, omdat ik ben best lang, heb een grote pas, dat ik gewoon heel veel ruimte nodig heb in de wedstrijd. En dat dingen zoals dit dan bij mij dan ja, wel eens voorkomen. Want wat gebeurde er precies? Even kijken hoor. Ik merkte dat ik iets te ver achterop raakte en voorin werd toch wel de versnelling ingezet. En dus ik wilde, even kijken, iemand liep naast mij, die ging naar voren en ik wilde ook naar voren mee. En degene die net voor mij liep, die rende net wat af, dus ik trapte gewoon op haar enkel en ja, daar lig je. Ja. En is het dan je eigen fout om het zo maar te zeggen? Had je dat dan zelf achteraf gezien anders moeten inschatten? Ja, anders moeten inschatten. Ik weet niet. Ik kon niet eens nadenken over wat er gebeurde. Ik lag gewoon, het is klaar. En ik heb wel eens nagedacht van ja, misschien moet ik toch wat meer weer voorin gaan lopen. Omdat ik dan meer ruimte heb. Maar ja, uiteindelijk, je hebt niet altijd iets te zeggen over de positie waar je loopt in de wedstrijd. En je moet er maar mee zien te dealen. En helemaal als het heel veel meiden op elkaar lopen, kijk, dan kan zoiets gebeuren. En ja, ik denk niet dat ik dat volgende keer weer meeneem in de wedstrijd. Dan denk ik, oh, ik ben bang om weer te vallen. Absoluut niet. Maar ja. Ja, want ik kan me voorstellen, als je naar het voorin loopt, dan heb je alle ruimte. Maar als je midden in zo'n groep zit, of je zit aan de achterkant, dan is het heel lastig. Je moet niet te ver van achteren lopen, want dan ga je weer veel wind vangen. Ja, ik denk dat achterin best wel prima is. Alleen, helemaal voorin, dan moet je ook een bepaald niveau hebben. Hè. Dat betekent dat jij de kar moet gaan trekken voor de rest. En toch zie je meestal dat dat niet heel goed afloopt en het kost gewoon heel veel energie. Dus ik zal het nog eens met mijn coach over hebben, wat hij voor mij de beste positie vindt in een serie. En ja, daar hebben we het verder niet echt eigenlijk over gehad, over in hoeverre het mijn fout is geweest of iemand anders. Ja, maar kun je uitleggen hoe je dan misschien toch meer ruimte voor jezelf zou kunnen gaan creëren op de door jou zo gewenste positie? Want als ik op televisie kijk naar hardlopen, en dat zullen veel mensen hebben, dan is het natuurlijk wel één groot kluitje. Lijkt me ontzettend lastig om daarin ruimte te creëren voor jezelf. Ja, maar het is niet dat ik voor het eerst nu dat soort wedstrijden loop natuurlijk. Ik vind een positie vrij achteraan altijd wel eigenlijk wel goed. En ik denk dat ik nu eigenlijk ook wel goed in de wedstrijd zat. Het is gewoon een moment van inhalen en iemand die voor mij afremt en dan tik je elkaar aan en je tikt elkaar wel eens meer aan. Soms dan tik je elkaar wel 6 keer aan in de wedstrijd. Het hoeft niet gelijk te betekenen dat je valt natuurlijk. En ondertussen ben ik het ook wel een beetje gewend en daardoor laat ik me niet zo snel uit mijn concentratie brengen. Maar ja, dit was toch iets te hard aangetikt. Dacht je ook niet van, daar gaan we weer op zo'n belangrijk moment? Daar dat gaan lijkt we me weer mentaal echt ontzettend lastig. Ja. Ja, nou om je daar steeds meer weer bovenop te helpen. Maar ik wist wel meteen dat ik gewoon een goede vorm had. En dat was voor mij wel een bevestiging op dat moment. Nou, niet per se op dat moment. Daarna heb ik met mijn coach ook over gehad van ja, je hebt het gewoon in om hard te lopen. Dus dat komt wel en het is heel zuur natuurlijk. En ik was ook heel erg teleurgesteld. Maar dat is dan wat ik probeer gewoon al de positieve dingen eruit te halen. Dat ik gewoon weet dat ik weer goed op weg ben. En die bevestiging van die vorm is dan misschien nog wel duidelijker dan ooit en volgende stapje achteruit om er twee vooruit te maken. Ja, ja. Je gaat op trainingskamp woensdag. Ja, ja, naar Kenia op hoogte. Voor 4 weken weer. Dus elke keer in januari gaan we. De afgelopen 2 jaar ben ik naar Kenia geweest. Voorheen naar Doelstroom, maar nu dus naar Iten, nog wat hoger. Ja. En dat is het Valhalla van de atletiek, het Salt Lake City van de atleten? Ja, van een lange afstand. Van een lange afstand. De top van Kenia traint daar en ook veel andere buitenlandse atleten. Het is een hele leuke, goede plek om te zijn. Het is een beetje. Wat maakt die plek zo goed? Ik denk ten eerste, het is allemaal vrij sober en er is niet. Ja, dat kan je. Het is ook wel af en toe, hè. Er is niet veel te doen, laten we zo zeggen. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook dan helemaal tot rust kom. In de eerste paar dagen vind ik het een beetje, moet ik weer wennen. Er is niet zo'n goede internetverbinding en het eten is een beetje eentonig. Maar alles wordt voor je gedaan uiteraard. Je hoeft helemaal niks te doen, alleen maar te trainen. En na een paar dagen dan bevalt dat wel. En ik moet wel zeggen, na 3 weken dat ik ook wel weer naar huis wil. Maar als ik dan hier thuis ben, dan moet ik altijd weer heel erg wennen aan de hectiek van wat wij hier hebben. Dus, En hoe train je daar anders dan hier in Nederland? Behalve dat de weersomstandigheden anders zijn en ongetwijfeld ook de natuur anders is. Ja, het is heel erg heuvelachtig. En dat is in het begin heel moeilijk, maar je wordt er wel enorm sterk van. En voor de rest, het is zo rond 24 graden. Dat is natuurlijk heel erg prettig. En de eerste week is voornamelijk heel erg langzaam lopen, omdat het heel erg hoog is, 2400 meter. En daar moet je lichaam gewoon eerst heel erg aan wennen. En over het algemeen loop je daar ook veel langzamer dan ik hier thuis loop. Maar juist door de aanmaak van rode bloedcellen hoef je minder hard
te lopen en kom je heel fit weer terug in Nederland. Ja, en leg je, aanpakt. Ja, en leg je nou juist in Kenia de basis voor het seizoen, of is dat bij het trainingskamp waar je een maand later heen gaat in Amerika? Nee, Kenia is echt, daar werk ik vooral aan mijn basisconditie. En ja, dat is natuurlijk de combinatie van alle trainingskampen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je continu op hoogte, laagte, dat je dat eigenlijk doet. En, maar nu werk ik vooral aan mijn basis. Dus ook vooral, ja, ik ga NK 10 kilometer doen als ik terugkom in februari. Dus ik zal voornamelijk heel veel kilometers maken en nog niet zo specifiek gaan trainen als in april. Ga je nog indoor doen? Nee, geen indoor dit jaar. Het is ook een beetje, het indoor, WK indoor is ook in China en het is gewoon heel erg belastend indoor en ik wil dat risico niet nemen om, om dan niet fit in Tokio te kunnen staan. Het blijft een Olympisch jaar, hè? Ja, het blijft een Olympisch jaar. Was het misschien nog anders geweest als je al wel had gekwalificeerd voor de Spelen? Nee, ook niet. Nee, dan had ik het ook niet gedaan. Ik vind op de weglopen ook heel erg leuk, hoor. En, dus ik hoop een paar goede 10 kilometer te kunnen doen. 20 van halve? Ja, die zit ook wel op de planning. Ja, zeker. Ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Volle 20 of een gedeelte. Maar ik zou hem wel graag mee willen pakken, ja. Even ervan uitgaan dat je je op 8 mei gaat kwalificeren voor de Spelen. Hoe gaat dan je periode eruit zien tussen mei en augustus? Het moment van de Spelen? Het is eigenlijk het doel om daar te plaatsen. En dat betekent onder de 15:10 te lopen. Maar ik wil eigenlijk nog ook harder lopen. Dus de maanden daarna wordt er nog gewoon veel meer getraind om natuurlijk nog een betere tijd te kunnen neerzetten. En ik ga ook nog wel meer 5 kilometers doen. Maar eerst hou ik me gewoon bezig met het limiet lopen. En dat is gewoon onder de 15:10. Ja. 15 minuten en 10 seconden, dat is de limiet voor de Olympische Spelen. Net ietsjes lager als jouw persoonlijke record. Ja. Je wil ze beide gaan verbeteren. Ja. Althans, je wil de limiet slechten en je persoonlijke record verbeteren. Ja, zeker. Kijk, je moet gewoon om... Ik wil in de Olympische finale staan. Dat betekent een tijd onder de 15 minuten. Dus ik ga gewoon voor een tijd onder de 15 minuten. En ik ben benieuwd. Ik denk zeker dat ik dat in me heb. En daar ga ik nu gewoon hard aan werken. Want waar ligt jouw grens? 14:50? Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Laten we eerst gewoon die limiet lopen. Daar ben ik eerst mee bezig. En ik kan onder die 15 minuten. En hoe ver dat onder die 15 minuten is, dat zullen we gaan zien. Ja. Want die Olympische finale, dat is je droom. Hè? Dat moet de kers op de taart worden van jouw carrière. Ja, zeker. En het is ook echt, je moet 2 keer lopen. Series en finale. Dus je moet gewoon een heel goed basisniveau hebben. Dus daar worden we nu ook hard aan gewerkt. Ja. Wat is het belangrijkste dat gedaan moet worden om inderdaad die tijden te kunnen gaan lopen? Ik denk fit blijven, niet geblesseerd raken. Ja, dat is natuurlijk uiteraard altijd belangrijk. Dat is je aardig afgegaan in 2019. Op het einde had je wel wat? Vlak voor eigenlijk in maart. Na het indoorseizoen had ik een stressreactie in mijn rug. En begin oktober, november had ik problemen in mijn kuit. Maar dat is eigenlijk een soort goed getimed, zeg maar. Ik bedoel, dat is vervelend, maar het is niet in juli of augustus. Nee, dan wordt natuurlijk heel erg opletten en gewoon, een blessure zit in een klein hoekje, maar ik ben best wel belastbaar, dus dat komt wel goed. Ja. Dus als je fit blijft en je doet je ding op trainingen, dan gaan die tijden er komen? Ja, dat vertrouw ik in, ja. En dan gaat ook die Olympische finale er komen? Ja, ik hoop Eindelijk. Het wel. Ik hoop het wel, ja. Ja. Gaat er ook nog een EK komen voor jou? Daarna natuurlijk in, dat zat ik niet over nagedacht, maar pak uiteraard wel graag mee. Ik denk wel dat het heel erg zwaar gaat worden, maar het... ik denk wel ook dat er kansen zijn, omdat mensen gewoon zich helemaal richten op Tokio uiteraard. En dan is het de vraag van wie is er nog fysiek en mentaal in staat om daar ook nog in topvorm aan de start te staan. Dus als het kan, dan pak ik die gewoon mee. Ben je zelfs in 2016, maar toen was het EK natuurlijk voor de Spelen in Amsterdam. Toen heb je ook heel bewust gekozen voor die 5 kilometer, omdat daar kansen lagen om misschien wel Europese kampioen te worden. Ja. Nou, het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel deelnemers en in welke vorm iedereen aan de start gaat verschijnen in augustus in Parijs. Ja, ik wist dat ik het toen ook heel erg moeilijk vond, die combinatie Spelen en EK. En helemaal omdat het EK natuurlijk in Amsterdam was. Dus ik ben nu wel blij dat de EK na de Spelen is. En als het ervoor was geweest, dan... Ja, ik heb niet over nagedacht, maar ik weet niet of ik het dan ook had gedaan. Ja. Maar één voordeel, iedereen die kans maakt op een medaille op het EK heeft ervoor de Olympische Spelen gedaan. Ja, zeker. Ja, precies. Wanneer is 2020 geslaagd voor jou? Met natuurlijk kwalificatie voor de Olympische Spelen. En een PR op de 5 kilometer. Ja. Maar dan wel die PR gelopen in Tokio. Ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja.